Standaardtarief 159 euro. Voorrij 30 euro. Zonder feestdagen toeslag 159 euro. Kom ik op 602 euro en 58 centen. En dat was niet het cadeau waar Thies van der Looy voor zijn 69 ste verjaardag om had gevraagd. Afgelopen zondag kreeg hij de deur van zijn schuurtje met geen mogelijkheid open. Hij raakte in paniek, want de gasten stonden zowat voor zijn voordeur. Heb ik u oude gids gepakt? Hij heeft de eerste beste gebeld die erin stond, een grote plugin. Ja, ik zei: Ja, die zal wel goed zijn. En vroeg: ik, wat gaat het ongeveer kosten? En dat zeiden ze niet, want dat konden ze niet zeggen, zeiden ze. Dus we wisten niet wat er aan de hand was. Ze zei: het slot werkt gewoon niet. Van der Looi voelt zich opgelicht omdat het bedrijf vooraf weigerde te vertellen hoeveel hij ongeveer moest betalen. Ook de slotenmaker ter plekke wilde niets kwijt over de mogelijke kosten. Pas nadat het slot vervangen was, kreeg hij de rekening te zien. En ook Maaike Wikstra heeft ervaring met een loesje slotenmaker. De sleutel was in het slot van de buitendeur afgebroken. Ze belden ook met allround sloten service. Ze zeiden: Nou, ik kon er binnen 10 minuten kon je er zijn. En ze konden van tevoren niet aangeven hoe duur het was. Want dat kon je pas zien als je de deur had gezien. En anderhalf uur wachten hebben wij uh, iemand anders gebeld in Deurne. En die heeft uiteindelijk gezegd: van over oh, 60 euro of even 60 euro kan ik het wel komen maken. Ze belden het eerste bedrijf af, maar na twee uur stonden ze toch voor de deur. Nou, uiteindelijk ja, het was een groot drama. Ze begonnen te schelden en te schreeuwen en dat het verplicht was omdat we ze hadden gebeld en dat ze moesten komen kijken. En ja, daarop eigenlijk hebben wij de deur dichtgegooid. En hebben ze nog geprobeerd inderdaad, de deur eigenlijk met zijn voeten eruit te stampen. Het is niet de eerste keer dat dit soort onbetrouwbare slotenmakers in opspraak komen. Vorig jaar werd dit probleem al aangekaart door het Nederlandse sleutel- en sloten bij Omroep Brabant. Ze willen nu verhalen zoals deze verzamelen voor het zwartboek. Mensen laten een deur openen, die vragen van tevoren niet wat het kost. En dan is het altijd kwaad geschiet en dan, dan komt de rekening en dan schrikken ze zich wild. Maar ja, ze hebben wel getekend voor iets wat, ze eigenlijk ontzettend, wat ontzettend duur is.